proeft echt de draadjesstructuur van, ja, van vlees, maar dat is het niet. We gebruiken eiwitten uit een plantaardige bron, bijvoorbeeld soja of ert, maar het kunnen ook linzen of zonnebloemen zijn. En dat eiwit, dat mengen we dan met water. Dan krijg je een deegje en dat deegje, dat stoppen we in onze machine. En daar krijgt het eigenlijk een vezelachtige, vleesachtige structuur. Nou, dit zijn hele spierproducten en zijn dus vervangers eigenlijk voor de hele spiercategorie. Dus denk aan varkenshaas, kipfilet, zalmfilet. Dat bestond tot dusver nog niet. Waar die markt in omzetomvang 10 jaar geleden nog rond de 70 miljoen zat, tikken we nu bijna de 200 miljoen euro aan. Als je het lekker vindt en fijn vindt en gewend bent aan groenten, aardappelen en vlees, dan kun je nu ook heel makkelijk groenten, aardappelen en een heerlijke vleesvervanger daarbij doen. Je hoeft helemaal niet zo veel anders te doen of in te leveren op bereidingsgemak of smaak. Dus daarom geloof ik heel erg in dit soort producten.